kom aan, volhouden, kom aan, goed. En het tweetal in achtervolging, Timo Verschuren en het rugnummer 28, dat was Quinten Jan Reggie, uit Frankrijk. Hier ook nog de doortocht van Niels Ooms. Nummer 7, Jelto Verhoft. Ook nog de doortocht van Jorn Klaes. Nog 4 ronden af te leggen voor onze junioren en onze meisjes. Ondertussen ook nog de doortocht van Matthijs
Heuken, Markoven en nog vier honden ook voor deze achtervolgers. Met hierin nummer 17, Dimitri Soetaert. Hij won ondertussen ook de doortocht van Jorgen Kokkaert en Ietegem. En dit alles op vier honden van het einde. Niet opgeven, hè? Die vijf achtervolgers, dat waren de nummers 43, Wout van Aert, Harm ook in die achtervolging, per 50, Daniel Peters uit Mechelen-Zanden, Pamzak en overwon hier te Kessel. Dus prachtige overwinning. En dan wordt er nog een spurtje met z'n vijven daar voor die tweede plaats. De podiumplaatsen noem maar. Dus we blijven sportief achter de omheining, want ze komen daar uit de bocht gedraaid. En het wordt een heftig spurtje met de mannen van TCM 2 en 3. The shadow on the wall is going down. What is the problem? I think going on with the thing. Don't take your love to time. It wasn't me that started that old crazy Russian war. I was proud to do my patriotic show. Dus we krijgen als winnaar bij onze junioren de man met nummer 50, Daniel Peters. Dan op de tweede plaats op nummer 43, dat was Wout van Aardrommelen. En dan op de derde plaats, Timo Verschuren. En dan als vijfde, nummer 39. Dat was Maxim Panis uit Genk. Dat waren de eerste vijf de uitslagen. En dan tot dadelijk gaan we ook nog wel de verdere uitslag doorgeven. En dan de mensen van de Wienerbosklanden naast netjes genoteerd hebben. Kunnen we dan ook straks het podium samenstellen. En dan ook de trofee uitdelen, geschonken door het gemeentebestuur van Nijlen. She's leaving now, cause I just heard the slamming of the door. En dan wachten we natuurlijk nog op de uitslag van de meisjes. We gaan in de wijl. Zevental betrokken in deze wedstrijd. Her in the ground. God's sakes, Charles.